Nederland staat vol met transportinfrastructuur. En niet alleen aan de oppervlakte. Vooral in de ondergrond bevindt zich een grote hoeveelheid tunnels, kabels, leidingen en buizen. Al het staal dat wordt gebruikt voor dergelijke constructies kan worden aangetast door corrosie. Een extra snelle en agressieve vorm van corrosie is corrosie onder invloed van micro-organismen. Deze vorm van corrosie wordt ook wel microbieel geïnduceerde corrosie of afgekort MIC genoemd. De kosten veroorzaakt door corrosie zijn hoog, vooral door inspectie en preventieve vervanging. Betere voorspelling waar en wanneer het optreedt en succesvolle toepassing van beschermingsmaatregelen zouden deze kosten kunnen verlagen. Hiervoor is kennis nodig. Wanneer treedt corrosie op en hoe kan het efficiënt voorkomen worden? Kennisinstituut Deltares onderzoekt MIC in de ondergrond. Deltares beschikt over expertise op het gebied van bodemkunde, geotechniek en microbiologie. Deze combinatie maakt het mogelijk MIC in de bodem te onderzoeken en begrijpen. De corrosie van staal in de bodem wordt sterk beïnvloed door de eigenschappen van de grond en het grondwater. Deltares kan op een locatie grondwater oppompen voor verder onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een pijlbuis, waaruit grondwater van de juiste diepte wordt gepompt. Sommige karakteristieken, zoals zuurstofgehalte en zuurgraad, worden vervolgens direct bepaald, terwijl andere analyses in het laboratorium worden uitgevoerd. In het grondwater bevinden zich micro-organismen die MIC veroorzaken. Van deze micro-organismen kan in het laboratorium de groeisnelheid en mate van agressiviteit bepaald worden. Voor dat laatste heeft Deltares in samenwerking met DNV en Metricor een speciale MIC-sonde ontwikkeld. Deze sonde bevat een stuk metaal dat in contact komt met het te behandelen water. De dikte van het metaal wordt continu gemeten en is een maat voor de corrosie. De MIC-sonde kan in het laboratorium blootgesteld worden aan grondwater. Zo wordt bepaald hoe agressief het grondwater is. Met een speciale testopstelling kunnen ook beschermende maatregelen, zoals kathodische bescherming, worden getest. De MIC-sonde kan ook op locatie in het grondwater worden gehangen. Zo kan ter plekke het risico op MIC worden bepaald. Met behulp van DNA-technieken kan worden vastgesteld of MIC-veroorzakende micro-organismen in het grondwater aanwezig zijn en onder welke omstandigheden ze groeien. DNA-technieken hebben als voordeel dat micro-organismen die niet goed in het laboratorium te kweken zijn, toch gedetecteerd kunnen worden. Microbiële corrosie, of MIC, is een complex verschijnsel met mogelijk verstrekkende gevolgen. De kennis van deze MIC op verschillende plekken en onder verschillende omstandigheden kan in combinatie met bodemgegevens zoals grondtype en grondwaterstand leiden tot een voorspelling van de corrosiegevoeligheid van verschillende plekken in het land. Deltares beschikt over de expertise om op basis van de lokale omstandigheden tot een goede risico-inschatting te komen.